Doreen, afgestudeerd aan een musicalschool, hoopt op haar grote doorbraak. Witte, ik zit nu met knelzenuwen in mijn rug. En elk ademhalingsje is eigenlijk al zeg maar, te veel. Het is moeilijk om dan rust in je ademhaling te houden. Ik ga dat natuurlijk niet zeggen, want ja, dat is weer een excuus. Goedemiddag. 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 Doreen. Hallo. Als je er klaar voor bent. Goed. Daar gaan we dan. Ik geloof dat ik dit kan. Ik mis absoluut ademsteun en daardoor ook zuiverheid in de hoogte. Oké. Ja, bedankt. Dank je, Doreen. Linda, Frank en Peter maken tijd voor een stand van zaken. Zeg, als we alles nu een keer overlopen, wat we gezien hebben. Oh. Ik vraag me af of we niet voor één iemand, als we vergelijken met de ander, of dat we te streng geweest zijn of zo. En zo krijgt Doreen een tweede kans. Ik schrik nogal dat je hier terug zit. Ik ging vooral over mijn ademsteun. Het zat niet goed. Nee, het zat niet goed. Nee. En was daar een reden voor? Of? Ja. Er zit op dit moment een beetje een zenuw gekneld in mijn rug. Dus het is een beetje moeilijk. Maar je wil dat eigenlijk niet zeggen, want dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Nee, daarom. En ja. Voilà. Dus eigenlijk mag ik dat niet vragen. Ondanks de pijn gaat Doreen terug het podium op. Het is nu of nooit. Goed. Daar gaan we dan. Ik geloof dat ik dit kan. Kan je nou eens die kin ontspannen? En die kan niet zo krampachtig zijn. Maar ga even zeggen, zo ontspannen. Een lage kin. Kan, ik kan. Doreen, je staat een beetje strak. Is er iets met jou? Ja, er zit een zenuw gekneld in mijn rug. En dat trekt door naar mijn flanken en zo. Dus... Ik vind het fantastisch dat je daar niks over gezegd hebt. Ik wil dat niet doen. Je hebt dat absoluut niet gebruikt als excuus. Dus dat is moedig en dat is oké. Okay. Dat is de juiste ingesteldheid om hier te staan. En alleen om die reden, ik zou zeggen, de Peter moet het oplossen, die laatste noot. Maar wij nemen je mee naar de Maria Academie. Dankjewel. Maar we gaan veel werk hebben, hè? Ja, maar ik ben bereid om te werken. Bedankt voor je terugkomst.